Ja, het tekenen van een grafiek als je een tabel krijgt. En dan niet zo'n tabel die hoort bij een woordformule, maar een tabel die zit met een verhaaltje over bijvoorbeeld de groei van een plantje of temperatuur. Of, en hier is het toevallig over het percentage van je batterij, hoe vol je telefoon nog is, zou je kunnen zeggen. Je moet hier een grafiek bij gaan tekenen. Er zijn een aantal dingen, ja, waar je op moet letten. Je moet er namelijk op letten dat er altijd iets is wat je horizontaal zet en altijd iets wat je verticaal zet. Nou, de T van tabel, deze bedacht ik net en deze dacht ik, oh, die kan ik gebruiken. De T van tabel, de bovenste is horizontaal, de onderste is verticaal. Dus verticaal, horizontaal, dan krijg je zo de T van tabel. Nou, oh, bedenk ik net. Nou, na al die jaren. Ja, 22 jaar. Maar goed, doet er niet toe. Je moet de tabel erbij gaan tekenen. Nou, wat boven staat komt horizontaal, wat onder staat komt verticaal. Nou, horizontaal, het moeten gelijke stappen zijn. En dan zie je, hé, wacht even, die gaat van 0 tot 12. Ik zit zelfs te kort tot 14. Nou, je kunt zeggen, ik pak één stapje, maar daar wordt je as 14 centimeter. Vind ik langer dan nodig. Ik denk, als je hier 7 centimeter pakt, dus precies de helft, en dan doe je stapjes van 2. Zo, zeg maar eventjes, dan kom je uit bij 12 en bij 14. Hier zit wat tussen, hè? Dus even weggummen. Zo. Puntje, puntje, puntje. En dus van 4 en dan tel je allemaal zo door tot aan 12. Hier zitten puntjes tussen, hè? Dus die as is langer, maar ik wil het even aangeven hoe het zit met die getallen. Dus we beginnen bij 0, 2, 4 en dan komt 6, 8, 10, 12, 14, etc. Nou, dus dat is wat we strakjes gaan doen. Dus van 0 tot 14 en we pakken stapjes van 2. Dan gaan we kijken naar verticaal. Ja, verticaal is een ander verhaal. 100 moeten oppassen. En dan ga je kijken wat is het laagste. En het laagste wat je tegenkomt is 35. Dus dat is 35%. Nou, wat ik nu nog wel zie is wel eens dat leerlingen 35 zo op de bodem liggen. Dat is fout. Je moet gewoon de as 100 lang tekenen, zeg maar eventjes. Dus je hebt 100 en je hebt 0. Nou, wat zijn nu makkelijke stappen? Ik zou hier zelf pakken. Ik vergeet een stukje. Ik zou hier zelf pakken gewoon 10. Want als ik allemaal stukjes van 10 pak, dan krijg ik ook 10 centimeter. Want dat is 10, 20, 30, 40. Dat is eentje die ik eigenlijk altijd als eerste kijk. Of stapjes van 2. Dat zijn de bekende voorbeelden. Dan gaan we tekenen. En ja, daar adviseer ik je altijd wel. Nog voor je de getallen erin gaat zetten, zet langs de assen wat erop staat. Nou, hier maken we, wat zei ik nu? 7, 2, 4, 6, 8. Dan ga ik te snel. 2, 4, 6, 7. En als je hem hier 14 zou tekenen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, zou ik het goed rekenen. Ik vind 14 nog binnen de grens. Het nakijkboekje doet dat niet, dus dat hou ik even aan. Bij mij zou 14 centimeter lang nog mogen. Ik denk bij de meeste docenten ook. Maar ja, dat is gewoon, ja, daar heb je altijd te zeggen. Wiskunde is heel concreet, dat is ook. Maar bepaalde dingen, ja, daar denken de docenten anders over. Iedere docent zegt de teksten moeten langs de assen. Dat zegt iedere docent. En iedere docent zegt het moet gelijk verdeeld zijn. Maar ja, wat de een nog op het randje vindt, wat mag met de lengte van de as, vindt de ander niet. Maar dat weet je wel van je eigen docent, hè? Nou, en dan doen we zo 2, 4, 6, 8, 10. Ik denk dat de meesten hier gewoon 10 hokjes pakken. Hè. Let op wel, ik ga, als ik het heb over hokjes, ga ik altijd uit van één hokje is 1 centimeter bij 1 centimeter. Dus dat je de lengte van zo'n hokje 1 centimeter neemt. Nu de O van oorsprong erbij. Zet nu langs de assen wat het is. Ik hoor Pientje, ik denk dat daar de post komt. Batterij. Nee, wacht even, dit was het. Aantal uren. Aantal uren. En dit is batterijpercentage. Ik doe het even wat slordiger, maar jullie weten ook wat er moet staan. En ik zeg het ook, hè. Nou, nu gaan we de as verdelen. Wat nu niet, je moet echt maar eerlijke stapjes doen. Dus wat niet mag, is hier bijvoorbeeld 2, 3, 5, 6. Dat mag niet. En, oh, dacht dat het rum was. En ik moet zeggen, horizontaal gaat dat meestal wel goed. Tenzij ze hier eentje overslaan. Maar daar zie ik meestal geen probleem met 4, 6. 8. Oh, daar ben ik. Wacht even hoor. 10. Ik dacht even dat ik al was, maar dat is niet. 12. 14. Dat is dus het ene. En dan gaan we nu naar verticaal kijken. Nou, je moet eigenlijk van 0 tot 100. Begin niet hier met de 100, want dan kom je misschien niet goed uit als je een telfoutje hebt gemaakt in je assen. Dus begin hier. En stel je nu voor 20, 30. En ik, los van het feit dat ik hem aan de verkeerde kant heb staan, zou ik hier steeds kiezen, omdat je dan minder erbij hebt staan. 20. Dus dat is ook de stap van 10, hè? Alleen schrijf ik die 10 dan niet steeds op.
Dus dat maak ik zo ook, zijn ook nog steeds stappen van 10, dan is het wel overzichtelijker met mijn gepriegel. In jullie hokjes, die zijn in verhouding groter, dan kun je makkelijk zo'n 90 erbij zetten hoor. Maar dit mag ook. Moet je wel goed opletten dat je steeds 2 overslaat, anders ga je verdeling mis. Dus altijd even nalopen. 2, 2, 2, 2, 2. Klopt. Nu gaan we de punten erin zetten. Nou, bij 0 wordt 100. En het voordeel van deze verdeling is dat je precies 1 centimeter zo hebt voor 10. Dus dan is 1 millimeter voor 1. Nou, wat is eigenlijk niets lekkerder dan tekenen dan dit. Dus we beginnen, is nogal een verschil met de vorige vraag. Hè? Hier zetten we bij 0 wordt 100. Bij 2 wordt 93. Dus dit is 80. Dan is dit 90. En dan zit je op 3 millimeter. Hè? Want het is 93. 10 is 1 hokje. Dus je zou kunnen zeggen 1% is 1 millimeter op de as. Nou, bij 4 is 90. Bij 4 hoort 90. Bij 6 hoort 85. Oh, zie ik springen alleen. Bij 6 hoort 85. Bij 8 hoort 68. 70, 68. Bij 10 hoort 45. Dat zit precies. Hier zit 50 naar de helft, zeg maar weer. Hè? Dat is 45. Bij 12 hoort 80. En dat is gek. Daar is iets gebeurd. Hè? Want hij wordt niet vanzelf. Kijk, je wordt steeds minder, minder, minder. Daar is opeens 80. Kom ik straks op. En dan bij 14 is het 35. Dit is 30. Precies de helft daar weer tussen is dan 35. En dan moet je hem gaan tekenen. En dan moet je ook weer goed opletten. Wat mij wel eens gebeurt, is dat ik zo'n punt vergeet. Dus dat ik zeg maar. Als ik haast heb, zoiets doen, dan vergeet ik er één. Dus let even goed op dat je alle punten pakt. Zo. Oh. Ik weet niet of jullie het zagen, maar mijn pennetje hing ervoor en daardoor zag ik niet goed. Vergeet ik hem bijna, hè? En dan vloeiend, want het is een soort groei van percentage, hè? Nou, ik heb hem hier wat netter, want zij hebben hem wat netter getekend. Oké. Nou, nu gaan we eens even kijken wat er nog meer staat. Hij staat nu. Maar Loes heeft 's ochtends om 7 uur de oplader uit stopcontact gehaald. Nou, tijdens de dag heeft ze hem nog een keer bijgeladen. Hoe zie je dat? Nou, een telefoon moet niet vanuit zichzelf meer in percentage. Tenminste, de mijne niet. En de meeste niet, denk ik. Dus, al weet ik niet wat het. We gaan even vanuit dat dat dus niet gebeurt. Dus ergens hier, en dan zie je staan, na 10 uur, is het opeens meer geworden. Zeg maar op 12, op 10 zat je op minder. Dan dat je op 12 zat. Dus tussen de 10 en het 12 aantal uren is die telefoon opnieuw opgeladen. Nou, ze heeft hem om 7 uur eruit gehaald. Dus hier heeft ze hem eruit gehaald. 10 uur later is ze hem gaan opladen. Of misschien 11, dat kunnen we in deze tabel niet zien. Maar hier tussen de 10 en de 12 is het opnieuw opladen begonnen. Dus je kunt zelfs kijken, ik had zelf kunnen vragen, hoe laat is die opgeladen? Nou, dat is in ieder geval ergens tussen de 17 uur. Want 10 uur heeft die opgeladen. We zijn begonnen om 7 uur. Dus 7 plus 10. Hè, dit is het aantal 10 wat hier staat. Aan 7 uur daar zijn we begonnen. Dus om tussen de 17 uur en de 19 uur. Is die opnieuw gaan opladen. En eigenlijk denk ik dat hier ruim voor zit. Want anders kan die niet heel zo heel veel geworden zijn. Dus je zou kunnen zeggen tussen de 5 en de 6 uur. In de middag. Ofwel na 10 tot 12 uur na het opladen. Dan, na het bijladen daalt het percentage snel. Wat zou daar een goede reden voor kunnen zijn? Ja, dan wordt die telefoon heel intensief gebruikt met iets wat veel batterij kost. Bij mij is dat zo'n film kijken, bijvoorbeeld op een mobiel, telefoon bellen, gaat die ook snel leeg. Dat is voor iedereen zijn telefoon anders, denk ik. Hij wordt in ieder geval heel lang gebruikt. Of heel intensief gebruikt. Dat was de som. Ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!